Ja. Allemaal, ja. Voor de sportvrouw 2007. Lars. Monique komt. Lars? Kom er even bij. Lars. Monique komt. Ja, hoi. Lars Omlouw van AD, Haagse Krant. We gaan samen de prijs uitreiken voor de sportvrouw van 2007. Maar voordat we dat doen, kijken we even naar de nominatie. De genomineerde in de categorie sportvrouw van het jaar is... Monique Hogenboom. Kandidaten die aan de criteria voldeden van de jury. Neem niet weg dat het wel een uitstekende kandidaat is. Ze werd vorig jaar vijfvoudig Nederlands kampioen en dat is toch niet niks. Dus 19 jaar en een groot talent toch ook nog. Ja, haar naam, hij staat hier, maar je weet hem al, Monique Hogenboom. Hallo, ik ben hartelijk gefeliciteerd. Met ook de mooie cheque van Stichting Topsport. Met een prachtige beeld. De bloemen en de beker, dus ik denk dat het goed is. Frank, mag ik de beker ook even? Ja, je krijgt dus, handen vol. Ja, dus zal ik gewoon bij je voeten neerzetten eventjes? Dus, De mooie sculpture van Fieke Hoordijk mag je weer even vasthouden. Hij is zwaar, lukt het? Ja, heb je hem? Toch even een vraagje. Het was nog wel even spannend natuurlijk tussen al die andere concurrenten. Of niet? Ja, het was wel wat zenuwachtig, ja. Ik zag dat je er zenuwachtig van was. Ik ga het in de wedstrijd ook altijd zo gemakkelijk. Nee, dan heb je wel moeilijker tegenstanders, zeg maar. Ja, je hebt eerst selectie en dan moet je nog van de andere team winnen. Dus. Wat voor advies heb je voor de Zoetermeerse sporters, al dan niet hier in de zaal, om er weer voor te zorgen dat we volgend jaar, laten we zeggen, uit 10 genomineerden zouden kunnen kiezen? Hard trainen en in jezelf blijven geloven, denk ik. Ja, dat denk ik ook. Heeft ze gelijk in, hè? Toch? Ja, dat heeft ze ook gedaan. Hartelijk gefeliciteerd. En ik hoop eigenlijk tot volgend jaar, maar ik hoop ook dat je dan concurrentie hebt. En dat we dan zien wie het dan de beste is. Oké? Tot volgend jaar. Tot volgend jaar. En heel veel succes.
Ja, oké. Okay. Bloemenmeisje. Heel goed. Geweldig. Ja, en dan voor de derde en laatste keer nog een heerlijke applaus. Drie kampioenen van de twirlvereniging uit Leidschendam. Twaalf kampioenen van de Zoetermeer Panthers. Daar heb ik nog wel heel veel bewondering voor extra, want ik heb een sport van de maand ook een keer in ijshockey. Ik moet zeggen, dat vond ik voor mezelf persoonlijk de meest frustrerende ervaring in de afgelopen twee jaar. Want nee, toen ik die sport begon, zei ze van ja, normaal gesproken, het eerste wat we doen is vijf schaatslessen, zodat je behoorlijk kan schaatsen voordat je los wordt gelaten in die hal. Ja, dat hadden ze wel eerder mogen zeggen, want schaatsen is niet mijn grootste talent. Maar niettemin, ik heb er veel plezier aan gehad. Nu het minder bevroren water van zwemvereniging WBZ, ook twee speciale evenementen. Dan moeten jullie als draak niet allemaal ineens weg gaan staan achterin, want er ziet niemand jullie. Zoek even een goede positie op voor de groepsfoto met dame. De dame staat links voor uw kijkers rechts. De heer andersom. Ja, allemaal goede positie kiezen, zodat je allemaal voor de foto... Ja. Ze hebben het verdiend. Ja, uitgeklapperd. Nog een zoekje van fotograaf. Nick. No.